De zomervakantie is bijna afgelopen. Over een paar dagen wordt het nieuwe museum voor land en volkenkunde geopend, waar een tentoonstelling over de Maya's te zien zal zijn. Dat is vooral interessant voor Casper, die samen met zijn vader heeft deelgenomen aan opgravingswerkzaamheden in de Maya-stad Palenque, in het zuiden van Mexico. Onze vrienden van TKKG, Tim, Casper, Karin en Gijsje, ontmoeten elkaar in IJssalon Venezia. Ze genieten van de laatste warme dagen van het jaar. Maar Casper heeft spannend nieuws over het museum. Stel je voor, de twee koppen zijn weg. Welke koppen? De jadelmaskers van Hunapu en Xabalanque. Het ene hebben we in de grote zonnepyramide gevonden, het andere hebben we vanuit Parijs in bruikleen gekregen. Dat masker werd 12 jaar geleden in het noorden van Mexico opgegraven. Koppen? Maskers? Ah, je bedoelt die prachtige koppen van jade waarover je ons hebt verteld. Precies. Svenja zegt dat wetenschappers het koppen noemen, maar ze hebben iets stars, iets maskerachtigs. Gisteravond waren ze er nog. Ik was erbij toen Svenja, ik bedoel dokter Ackerström, ze in de vitrine legde. En vanmiddag, toen ik nog eens wilde gaan kijken, waren ze weg. Zijn de maskers veel geld waard? Natuurlijk! De maskers zijn immers de belangrijkste stukken van de tentoonstelling. Ze stellen de tweeling Hunapu en Xabalanque voor, die in de mythologie van de Maya's een belangrijke rol spelen. De twee maskers zijn niet alleen volkomen uniek, maar ook nog heel erg goed bewaard gebleven. Het bijzondere van de maskers is dat ze een sleutelachtige uitstulping bij het achterhoofd hebben. En waarvoor dient die? Daarover zijn de deskundigen het tot op de dag van vandaag niet eens. Er is maar één ding zeker. De maskers moeten weer opduiken, anders gaat de tentoonstelling niet door. Een zaak voor TKKG. We zouden met die mevrouw Ackerman... Ackerström. Ackerström. Wie was er in het museum toen het gebeurde? Sergio Riccio, de suppoost, en meneer Thompson, de directeur. Vertel ons eens hoe je het masker gevonden hebt. Nu goed. Het was erg warm die dag, dus we waren al voor zonsopgang opgestaan, hadden alle voorbereidselen getroffen. En zo zat TKKG alweer midden in een spannende zaak verwikkeld, op zoek naar de maskers van de Maya's. Hallo. Dag Esther. Meneer Brodonski, ik ben Karin, een vriendin van Tim. Oh, ik dacht dat je Esther was, mijn nichtje. Vergissing is menselijk. Wij van TKKG zijn een nieuw raadsel op het spoor. Wij van...
De onopgeloste problemen houden de geest levendig, niet de opgeloste. Zoals Kolbenhaier al zo treffend wist te zeggen. Dus aan de slag, mijn kind. Dag, professor Viersteen. Dag, Karin. Je hoeft me geen professor te noemen, hoor. Goed, professor. We zijn nog niet open. Ik ben Tim Karsten, een vriend van Casper Viersteen. Viersteen? Ik kan u niet verstaan. Wat wilt je? Mevrouw Akkerström spreken. Mevrouw Akkerström is in de zaal. Dag, ik ben Tim, een vriend van Casper Viersteen. Bent u mevrouw Akkerström? Inderdaad. Wat leuk om kennis met je te maken. Hadden de Maya's maar zo'n klein gebied? Dat lijkt maar zo. Het gebied is bijna net zo groot als Zweden. Wij waren van de zomer bij Palenque in Mexico. Kun je Palenque op de kaart vinden? Hier. Is dat midden in het oerwoud? Ja, Palenque is een vervallen stad in het regenwoud. Vorig jaar was ik in Tikal. Dat ligt in het huidige Guatemala. Kun je zien of je het kunt vinden? Hier, bij Yaxchilan, in de buurt van Belize. Precies. Hier in het laagland ligt het belangrijkste gebied van de Maya's. Helemaal in het noorden, in Yucatan op het eiland Cozumel, landden de Spanjaarden in 1541. Van daaruit begon de kolonisatie van de Maya-gebieden. Kun jij Cozumel vinden? Gevonden. Het is daar vast mooi. Ik wil na mijn eindexamen ook door Midden-Amerika reizen. Mag ik u dan een keer bezoeken als u door het gebied van de Maya's reist? Natuurlijk, Tim. Het doet me altijd plezier als iemand zich daadwerkelijk voor de Maya's interesseert. Wat is dat voor een merk? Is die van u? Ik reuk niet. Wat een merkwaardige sigarettenpeuk. Dat is iets voor TKKG. Daar moet onze specialiste Karens naar kijken. Zou iemand de koppen langs u het museum uitgesmokkeld kunnen hebben? Hoe gaat het met de egels? Zou iemand de koppen langs u het museum uitgesmokkeld kunnen hebben? Als ik hier zit, dan zie ik alles. Maar de afgelopen dagen heeft een directeur mij soms kisten uit laten pakken. Dan kan er natuurlijk ondertussen van alles gebeuren. Dag meneer Thompson. Dag Casper. Hoe gaat het met je vader? Hebt u al met Svenja over de diefstal gesproken? Hoe lang kent u Svenja al? Hebt u al met Svenja over de diefstal gesproken?
Wij hebben vanochtend samen met de heren van de politie gesproken. Mevrouw Akkerström wist echter ook niet meer. Ze kon de politie wel een beschrijving van de gestolen maskers geven. De weg naar de vrijheid. Is dat een Maya-verhaal? Ja, wij wilden het aanvankelijk in de catalogus opnemen. Maar die is toch al te dik. Bij het verhaal schijnt het om een soort wegwijzer te gaan. Dat is erg interessant. Mag ik het eens meenemen? Ja. Was u erbij toen die ene kop in Mexico werd gevonden? Hebt u misschien studenten die mij bijles wiskunde zou kunnen geven? Was u erbij... Nee. Ik had die dag een afspraak met een collega, professor Koloff van het Wiskundig Instituut van de Universiteit van Mexico City. Een oude studievriend. Maar Kasper was erbij. Dat moet een geweldig gevoel geweest zijn. Vonkontlading. Tussen de twee polen van de machine ontstaat een elektrisch veld. Als de spanning hoog genoeg is, springt er een lichtflits over. De lucht die normaal gesproken niet geleidt, wordt geleider. De ladingen komen met elkaar in evenwicht. Als de deeltjes eenmaal elektrisch geladen zijn, kunnen ze ook grotere afstanden overbruggen. Daarom springt de lichtflits bij het bovenste deel van de machine zo ver. De gasatomen worden ladingdragers en worden door hoge energie gestimuleerd tot het geven van licht. Dag, Willem. Dag, meneer Peper. Mijn vader is een van de sponsors van de tentoonstelling. Onderaan op de affiche staat ons firmateken. Het is maar goed dat er mensen zijn zoals jouw vader. Sponsoring is een goede zaak. Het mes snijdt aan twee kanten. Het museum krijgt geld om de tentoonstelling te financieren. En de verkosterfabriek heeft de mogelijkheid om de aandacht op de nieuwe Maya Goldreep te vestigen. Heeft u al de Maya Gold, de nieuwe chocoladereep van Verkosten? Wie kan die koppen in Semelsnaam hebben gestolen? Ik zou het niet weten. Maar die jonge Zweedse expeditieleidster weet een hoop. Ze heeft hier al vaak zouten drop gekocht. Ze heeft me veel over de opgravingen verteld. Jullie zouden eens met haar moeten praten. Dag, ik ben Tim Karsten. Bent u meneer Thompson, de directeur? Dat ben ik inderdaad, Tim. Jij bent zeker een vriend van Kasper? Oh, jij zei het. Zat de vitrine op slot? Was u in het museum toen de diefstal plaatsvond? Was u in het museum toen de diefstal plaatsvond? Nee, ik was gaan eten. Met directeur Thompson. Pablo, mijn nieuwe assistent, was hier. Hij had echter niets in de gaten en pakte net een kist met sieraden uit.
Naast de plaatsen staan de namen ook in het Maya-schrift. Hoe gaat het met de egels? Zou iemand de koppen langs u het museum uitgesmokkeld kunnen hebben? Het spijt me. Kinderen mogen niet naar binnen. Dat zijn de regels. Dag, professor. Dag, Tim. Wat kan ik voor je doen? Verdenkt u een lid van de expeditie? Is directeur Thompson een oude vriend van u? Verdenkt u een lid van de expeditie? Nee, maar Svenja Akkerströms nieuwe assistent, die Pablo, is een beetje vreemd. Hij lijkt me geen archeoloog, ook al beweert hij dat. Ik heb hem betrapt toen hij het boek Mayas voor beginners zat te lezen. Niet bepaald lectuur voor een zogenaamde vakman. Dag, meneer Brodonski. Dag, Tim. Johan, mijn boodschapper, heeft bij het voetballen zijn kruisband gescheurd. Hij kan een paar weken niet voor me rijden. Heb jij misschien tijd? Maar natuurlijk, meneer Brodonski. De karate-training kan wel een keer wachten. Dit is een noodgeval. Bedankt, Tim. Ik wist wel dat ik op jou kon rekenen. Ah, verkoopt u Smoke X anti-rookalbum? Mijn tante is zo van het roken afgekomen. Ja, in de vakbladen heb ik er ook veel goeds over gelezen. We hebben een nieuwe zaak, een diefstal in het museum. Hebt u iets gehoord dat ons verder zou kunnen helpen? Ik hou niet van rondrennen en laat dat in mijn apotheek niet toe. Volgens een oud Russisch devies. Veel krabben schaadt de huid, veel roddelen het hart. Waarom ben je zo in de Maya's geïnteresseerd? Denkt u dat een van uw medewerkers zo'n misdaad zou kunnen plegen? Daar kan ik niks van zeggen, want ik ken mijn medewerkers nog niet goed genoeg. Ik heb de leiding van het museum pas tijdens de bouwfase overgenomen. Ik wil wedden dat de kop uit de laat-klassieke periode afkomstig is. Uit de tijd van koning Quetzalcoatl. Dit is Tim. Eigenlijk Peter Karsten. Vroeger noemden ze hem ook wel Tarzan. Maar nu hij die namaak bodybuilder een paar keer op de televisie heeft gezien, wil hij dat niet langer horen. Hij zit in het derde jaar. Sinds zijn vader een aantal jaren geleden bij een ongeluk om het leven is gekomen,
woont hij ook op school, in het internaat. Zijn moeder, Suzanne Karsten, werkt hard om het schoolgeld voor hem bij elkaar te krijgen. Hij is gek op karate en kan niet tegen onrechtvaardigheid. Als het er ergens niet eerlijk aan toe gaat, grijpen zijn vrienden van TKKG en hijzelf onmiddellijk in. Dit is Karin Kosman. Ze wordt ook wel Pootje genoemd, omdat zij altijd van elke hond een pootje wil. Haar eigen hond laat ze alleen 's ochtends achter, als ze met Tim, Kasper en Gijsje naar de derde klas gaat om te studeren. Haar vader is inspecteur bij de recherche en helpt haar en haar TKKG-vrienden bij hun avonturen. Als ze weer eens met een spannende zaak bezig zijn, vinden ze in de kruidenierswinkel van haar moeder altijd wel een versnapering. Zijn bijnaam is Gijsje, omdat hij dol is op eten. Hij is vooral gek op chocolade. Zijn ouders hebben hem Willem genoemd, naar zijn grootvader. Bij de familie Verkosten hechten ze veel waarde aan traditie. Ook bij de oude chocoladefabriek die zijn vader leidt. Ooit moet Gijsje die eens overnemen. Zijn ouders wonen in een mooie villa, in de duurste buurt van de stad. Maar hij verveelde zich daar dood. Nu woont hij in het internaat en deelt daar met Tim een kamer, die ze het Adelaarsnest noemen. Dit is Kasper Viersteen. Hij wordt ook wel de computer genoemd, omdat hij heel goed dingen kan onthouden. Hij zit bij Tim, Gijsje en Karin in het derde jaar. Maar hij woont thuis, bij zijn ouders. Zijn vader is professor wis en natuurkunde. Dat hij graag wetenschappelijke en technische problemen oplost, zou hij wel van hem hebben. Wat sport betreft, is Tim veel beter dan hij. Kasper gebruikt liever zijn hoofd. Verdenkt u een lid van de expeditie? Is directeur Thompson een oude vriend van u? Dag Tim. Dag meneer Peper. Hebt u bij het museum iets verdachts opgemerkt? Gaat u naar de Maya-tentoonstelling? Hebt u bij het museum iets verdachts opgemerkt? Nee, Tim. Ik ben geen detective. Het speurwerk laat ik liever aan jullie over. Ik verheug me erg op de tentoonstelling. Hier steek je wat van op. En dat is eens wat anders dan steeds die popconcerten. Ik hoop dat jullie allemaal gaan kijken. Oh, dat doen we zeker, meneer Peper. TKKG is nu al druk bezig met het terugvinden van de gestolen koppen. Nu, dan wens ik jullie veel geluk. We hebben een nieuwe zaak, een diefstal in. Hebt u iets gehoord dat ons verder zou kunnen helpen? Ja,
Het pakket komt binnenkort bij u aan. Nee. In de loop van de volgende week, zou ik zeggen. Goed, ik heb bezoek. Ik moet ophangen. Ik laat van me horen. Waarom ben je zo in de Maya's geïnteresseerd? Denkt u dat een van uw medewerkers zo'n misdaad zou kunnen plegen? Waarom ben je zo in de Maya's geïnteresseerd? Hun hoogontwikkelde kunstzinnigheid en hun bijzonder indrukwekkende architectuur. De Maya's gelden als de Grieken van Midden-Amerika. Ze waren ontwikkeld, hadden een uiterst ingewikkelde religieuze cultus. Ze hadden een schrift. De Azteken waren veel krijgslustiger. Die hebben grote delen van Mexico veroverd. Zij worden vergeleken met de Romeinen. Ik voel me natuurlijk meer verwant met de verfijnde Maya's. Kijk, zeg het. De uitvoerder heeft die 3 vorige week gebracht. Hij had ze onder een stapel bouwhout gevonden. Fantastisch verhaal. Jerry zit in zijn kantoor. En dan komt er een schoon blonde vrouw binnen en die vraagt hem om hulp. Haar hond, een bijzonder waardevolle husky, die is ontvoerd. Ik ben benieuwd hoe dat verder gaat. Zat de vitrine op slot? Was u in het museum toen de diefstal plaatsvond? Nee, we wilden nog bordjes in de vitrine liggen. Naast de plaatsen staan de namen ook in het Maya-schrift. Als je hier geen gast bent, mag je helaas ook niet naar binnen. Kijk, zeg het.
Naast de plaatsen staan de namen ook in het Maya-schrift. Zat de vitrine op slot? Was u in het museum toen de diefstal plaatsvond? Verdenkt u een lid van de expeditie? Is directeur Thompson een oude vriend van u? Nee, dat hij een oude vriend is, kan ik niet zeggen. Ik ken Thompson pas 3 maanden, maar hij lijkt me een geëngageerd museumdirecteur. Vonkontlading. Tussen de twee polen van de machine ontstaat een elektrisch veld. Als de spanning hoog genoeg is, springt een lichtflits over. De lucht die normaal gesproken niet geleidt, wordt geleider. De ladingen komen met elkaar in evenwicht. Als de deeltjes eenmaal elektrisch geladen zijn, kunnen ze ook grotere afstanden overbruggen. Daarom springt de lichtflits bij het bovenste deel van de machine zo ver. De gasatomen worden ladingdragers en worden door hoge energie gestimuleerd tot het geven van licht.